Esmee Visser, jij bent tot nu toe de verrassing van dit schaatsseizoen. Je plaatste je op het OKT voor de Olympische Spelen en je bent Europees kampioen geworden. Leef je nog steeds op een roze wolk? Ja, ik kan het nog steeds niet echt... Ik kan het wel een beetje geloven, maar het is wel nog allemaal een beetje onwerkelijk. En ja, ik geniet er heel erg van. Ik heb er gewoon zin in eigenlijk. Wat is er de afgelopen week op je afgekomen? Gewoon heel veel dingen. Normaal ben je alleen bezig met schaatsen en met trainen. En nu zitten er zoveel dingen omheen. Aanvragen en dingen regelen voor Pyeongchang die je moet hebben. En ja, dat is allemaal nieuw en dat komt erbij. En dat kost ook wel wat energie. Dus dat merk ik ook wel. Maar ik vind het nu wel lekker dat ik dan nu gewoon naar Pyeongchang kan gaan. En daar dan is alles geregeld en kan ik daar nog even rusten. Hoe stel je dat avontuur voor? Ik heb nog geen voorstellingen ervan gemaakt. Ik ga het gewoon allemaal over me heen laten komen. En zien wat het... Anders kan het alleen maar tegenvallen misschien. Of dat je anders verwacht hebt. Dus ik heb geen idee wat me te wachten staat eigenlijk. Of nou ja, ik weet wel een beetje wat me te wachten staat. Maar ik ga het allemaal gewoon daar beleven. Wat heeft jouw overwinning op het OKT en daarna die Europese titel met jouw zelfvertrouwen gedaan? Dat heeft me natuurlijk wel een boost gegeven, maar ik ben ook weer iemand die... Ja, ik ben heel perfectionistisch en ik twijfel ook nog wel veel aan mezelf. Dus ik heb bijvoorbeeld de gedachte van dat ik een week na een overwinning ineens heel slecht kan zijn of zo. Dus ik ben nu weer wel een beetje zenuwachtig van ja, hoe sta ik ervoor? En ik sta er waarschijnlijk wel goed voor, maar voor mijzelf... Is dat altijd nog een beetje zo van, ja, hoe ben ik? Ben ik nog zo goed? Ben ik niet zo goed? Maar mijn omgeving zegt wel dat ik gewoon nog steeds goed ben of nog beter. Dus het komt wel goed, denk ik. Je werd Europees kampioen op de 3 kilometer, maar je hebt je geplaatst voor de 5 kilometer op de Spelen. Wat voor verschil maakt dat? Die 3 kilometer, dat was echt een hele grote verrassing. En dat heeft me wel echt, inzicht gegeven van wow, ik kan het ook gewoon op de 3. Dus dat is heel goed voor mijn 5, voor mijn snelheid, voor mijn basissnelheid. En dat gewoon dat ik die rondjes makkelijker kan rijden. Dus dat heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven voor de 5 kilometer wel. Wat denk je dat er mogelijk is in Pyeongchang? Geen idee. Ik wil gewoon, net zoals dit seizoen doe, gewoon goede races neerzetten. En dan zien wat dat resultaat is, maar... ik kan ook niet ontkennen dat als je naar de Olympische Spelen gaat, dat je dan altijd kans maakt op een medaille. En daar hoop ik natuurlijk wel op, maar als ik 8e word, ben ik ook niet getreurd. En ik hoop wat moois te kunnen laten zien en Nederland trots te maken. Maar ik probeer er nogal onbevangen in te gaan en niet te veel verwachtingen van mezelf te scheppen. Voel je iets meer druk nu je er als Europees kampioen heen gaat? Eigenlijk niet, omdat dat op de 3 kilometer was en het is toch een andere afstand. Dus ja, ik weet... Nee. Misschien... Nee, ja. Nee, ik denk het niet. Hoe staat het met de Olympische kriebels? Nou, ik heb wel zin om nu te gaan vertrekken en er zo te zijn. Maar het is nog wel een lange reis. Dus ik heb er zin in.